Yeni bir videoma hoş geldiniz. Bugün neredeyim? Bugün Zeeland eyaletinin Ooster Schelling Keringi üzerinde bisiklet süreceğim. Arkamdaki gördüğünüz bu bariyer üzerinde bisiklet süreceğim. Bu bir su bariyeridir, deniz bariyeridir. Çünkü Hollanda'nın %50'si 60'ı deniz seviyesinin altında olduğu için bu bariyerler ülkeyi herhangi bir deniz yüksekliğine suya karşı koruyor. Şu anda deniz seviyesi yüksek olmadığı için bariyerler açık. Ama deniz seviyesi yükselince bu bariyerler kapanıyor ve deniz suyunun karaya doğru ilerlemesini engelliyor. Kısa bir filmde bu nasıl çalışıyor göreceksiniz şimdi. Is een waterland. Een groot deel van ons land ligt onder de zeespiegel. En veel grote rivieren vinden er hun weg naar zee. Dit maakt Nederland kwetsbaar voor overstromingen. Daarbij stijgt de zeespiegel, daalt de bodem en krijgen we vaker te maken met hevige stormen, heftige regen en hoge waterstanden. Bescherming tegen hoogwater is en blijft daarom van levensbelang. Voor miljoenen Nederlanders en voor onze economie. Om Nederland te beschermen tegen overstromingen heeft ons land in totaal ruim 3700 kilometer aan waterkeringen. Dit zijn natuurlijke keringen, zoals duinen, maar ook aangelegde keringen, zoals dijken, dammen en stormvloedkeringen. Zonder deze keringen zouden grote delen van Nederland onder water lopen. Alle waterkeringen werken volgens hetzelfde principe. Als het water te veel stijgt, sluit een kering. Bij een normaal waterpeil gaat de kering weer open. Rijkswaterstaat beheert de stormvloedkering, de Oosterscheldekering. De Oosterscheldekering heeft bijvoorbeeld schuiven die hoog water kunnen tegenhouden. Met één druk op de knop gaan de schuiven van de kering dicht.